Ja, wat ik ook schrijf, wat mij betreft, is de geschiedenis van de mensheid ook een enorme geschiedenis van geweld. En door dat te ontkennen, doordat we nu in tijden leven dat natuurlijk alles, of het om slachthuizen gaat of oorlog, als je kijkt naar de Nederlandse samenleving, is het naar de periferie verbannen. Wij zien het allemaal niet meer. Het hoeft ons niet meer te raken. Dus kunnen we de illusie hebben, en ik denk sowieso dat het historisch besef vrij kort is, en niet dat in een eeuwig geweldloos paradijs te leven. En dat is natuurlijk niet zo. En tegelijkertijd leidt dat ook weer tot, als er dan eens een aanslag is, tot hele overtrokken reacties, omdat we totaal niet meer weten hoe we moeten omgaan met geweld. Dus ook op het moment dat je zegt van wij keuren het geweld alleen maar af, het hoort niet bij ons, wij zijn de nieuwe geweldloze mensen, dan geef je ook de mensen die nog wel het geweld moeten of willen gebruiken, een enorme monopolie. Dan kun je zeggen van eigenlijk hoe wij leven, hoe onze verkiezingen uitzien, wordt bepaald door een paar terroristen. En daarnaast denk ik dat er morele verplichtingen zitten, dat je echt niet weet wie je bent als je dat buitensluit. Ik vind dat de misdaden die mensen hebben begaan, ik heb het niet eens over specifieke groepen mensen, maar mensen, want anders krijg je daar weer allerlei nare onderverdelingen tussen, dat je die, daarom zeg ik ook van je ongeacht wie je zelf bent, je moet eigenlijk toch je inbeelden aan de kant van de dader te hebben gestaan. Ja, maar zonder dan weer te zeggen van daar zitten de witte, dat zijn de slavenmeesters. En hier zitten de mensen die niet wit zijn. En wij zijn de nakomelingen van de slaven. Dus wij hebben een ander moreel recht om te spreken. Dat vind ik heel ingewikkeld. Want ik denk niet dat je tegen een jongetje die nu in de klas kan zeggen van god, jij bent wit. Dus jij bent eigenlijk van binnen, zit een slavendrijver in jou. Ik denk dat weer een hele ongezonde discussie is. Want dan ga je eigenlijk, ja, dat is een self-fulfilling prophecy. Dan ga je allerlei dingen in gang zetten die je niet in gang moet zetten. En ga je tegenstellingen creëren die tegen het ideaal ingaan om binnen een natiestaat of binnen wat voor grote geheel dan ook onderling de vrede te bewaren. Dus er bestaat een collectieve verantwoordelijkheid, maar niet een collectieve schuld die verder gaat. Dat vind ik heel eng.